Of flinke meid, om voor mij de was te doen. Maar die dame vroeg steeds meer groen. Zoals je weet heb ik geen tijd. Dus zocht ik een leuke meid, om voor mij de was te doen. Maar die dame wou, hey, oh. Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien, steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien, steeds weer in de wasmachine. Maar misschien per ongeluk, mijn wasmachine. Ik ben Wilkom, maar van mijn naam voor Krooswijk, als ik zeg Kassels, dan kunnen ze me beter. Maar ik had er geen erg in, want die dame zei, hey, doe doe. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien, steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien, steeds weer in de wasmachine. Dan zeg ik. Hoe lang zit het bedrijf nu hier in de Schutterstraat? Vanaf 19... Ja, dat durf ik niet precies zeggen. Ik dacht, even voor de oorlog in ieder geval. Voor de oorlog zijn ze hierin gegaan. Maar waar zijn ze begonnen? Meermanstraat, Oranjeplein. Want Oranjeplein, nee, of Oranje, nee, Oranjeplein kennen ook wezen Meermanstraat. En toen hebben we Schutterstraat. En het Oranjeplein, waar is dat? Overschie. En in 1922 zijn dat ze daar al. Ja. Maar de naam De Lange, dat... Dat is van de huidige eigenaar. En die blijven we natuurlijk handhaven totdat we echt de zaak sluiten. Kijk, dit is de persoon die dat opgezet heeft. Je hebt ook trouwens geloof ik nog met zo'n kar gereden, weet je wel. Met zijn vrouw samen. Maar ja, dat is natuurlijk wel bijna 100 jaar geleden, hè. Dus... Maar mensen uit de buurt, hier uit Krooswijk, die maken geen gebruik van de wasserij. Toen het oude Krooswijk er nog was, de oude bouw, kwamen zij deze mensen alleen dan dekens of gordijnen. Kijk, nu is het een wijk geworden van jonge mensen. En die hebben daar schijnbaar toch ook het geld niet voor om dat te laten doen. Ik hoorde dat je een favoriete bezigheid had. Ja, strijken. Strijken. Waar een man de hekel aan heeft, dat doe ik, hè. Kijk, dus ik zal eventjes dat daarin en dan zal ik eventjes een overhemmetje pakken. Maar dit zijn de dingen die ik doe. Zeg maar even zo, maar ik strijk niet, anders krijg ik een plas water. Een nummertje overgeven. Heerlijk. Ja, vertel maar, waar is dat ding voor? Dit was, als de was binnenkwam, dan kregen de klanten een nummertje. En dat nummertje werd er dan ingestikt en dit bleef erin zolang zij klant waren, konden zij hetzelfde nummertje houden. Nou, je had nog een leuke anekdote, hè, over het loon. Ja, nou dit luikje, dat was van vroeger, dat was dan de oude eigenares, de vrouw van de eigenaar dan. En als zij dan 's avonds je geld gaf, dan kreeg je dat door dat luikje. Maar dat luikje was ook bestemd als ze 's avonds weggingen, dan moest de telefoon buiten de kantoortje staan. Dan werd dat hier op het bureautje of dat kastje gezet. Want dan kon je niet bij de spullen komen wat privé was. En dat was hetgene. En dan natuurlijk ook nog het geval dat we de klok hadden waar de dames die hier werkten. Die rookten allemaal en dan mochten zij met de koffiepauze, mochten ze dan een sigaretje roken. En er waren er altijd dames bij die zeiden van, ja je steelt van de tijd, want mijn sigaret is nog niet op. Dus wat deden de dames 's avonds? Zetten de plop, de klok even een minuut of 10 vooruit, want dan hadden ze toch die 10 minuten terug, die eigenlijk gestolen waren. En hoe deden ze dat? Dekseltje optillen van de oude klok.
roef, ging het dan. En dan terug. Maar meestal had hij het niet in de gaten. Maar als hij het in de gaten had, dan gooide hij hem zo ver terug dat hij toch 10 minuten kreeg. En dit was echt altijd heel erg leuk, ja. We hadden speciale dames die daar heel geroutineerd in waren, hoor. In het terugzetten van de klok. Yeah.